Een opmerkzaam debuut in de X30 juniorklasse Enzo Lévèque, die als leider naar Austricourt komt in Frankrijk voor de finale in de X30 juniorklasse, het Belgium Karting Championship. In de kwalificatietrainingen was het Enzo Lévèque in de 103 met Sam Bellotta, met deze Vallon Janssen de 128 en Victor Bernier. Hij was de winnaar in Genk, Victor Bernier. We gaan naar de kwalificatieheat. Winnaar in Marienbourg en Francorchamps, Enzo Lévèque. Met een mooi resultaat in de kwalificatieheat. Hij gaat aan de leiding en wint de twee kwalificatieheats. En dan Sam Bellotta, daarachter is dat. Die de forcing voert in de achtervolging. Met Ben Pires uit Groot-Brittannië. En dan de starting grid voor de finale. Met Enzo Lévèque. Hij is al kampioen na de kwalificatieheat. Met Sam Bellotta, de vice-kampioen, is ook al bekend. Met Ben Pires en Alif Frans. Dan Lévèque aan de leiding. Zo sterk dit seizoen in de juniorklasse. En dan gaat Lévèque naar de derde positie in de verdere verloop van de wedstrijd. De Prins en Vallon Janssen met Victor Bernier, met Tom Ouzan, die wat verder komen. Het is voor de vierde positie. Victor Bernier die naar de derde plaats gaat in het Belgische kampioenschap. Hens en Bellotta die weet te winnen. Het was een heel goed, een leuk en goed weekend. De kwalificatiemanches gingen ook al heel goed. En dan de finale heb ik de overwinning kunnen pakken. Viermaal podium en 2-3 overwinningen. En zo Lévèque als kampioen. Premier à Marienbourg, premier à Spa. En puis là, troisième. Winnaar Marienbourg. Winnaar in Francorchamps. Daar begon het weekend al en het kampioenschap. En heeft in zijn zak kampioen in de X30 junior klasse. Fabrice Fretté, team manager, Adrien Gilbert en Kellen.